witte Brit. Dat maakt niet uit. Ik hou van hem. Liefde maakt je vrij. Nederigheid maakt je vrij. En hij heeft me nederig gemaakt. En dat is een stuk getuige wat Jezus heeft gedaan. Maar ik heb wel mijn hart laten vinden. Ik heb alles gedaan. Ik heb natuurlijk een hele bijzondere ontmoeting gehad toen ik in mijn binnenkamer. Toen ik 21 jaar was, wou ik zelfmoord plegen. En het staat op mijn website, mijn getuigenis staat op mijn eigen website ook. En voor andere getuigenis wat God doet. En weet je, toen ik zeg maar. Ja, dank je. Ja, om maar dat je lieve vader over, maak daar maar vrij in de zaal. Vrede over. Jammer dat je het hebt, maar in de zaal. Ja, gewoon met liefde, dus. Heilige Geest, kom maar binnen naar huis. Al de afwijzingen uit je huis. Kom maar tot je liefde van Jezus. Halleluja. God gaat daar even voor bewerken met de Heilige Geest en daar gaan we nog even daar persoonlijk binnen. Zo geweldig wat dan doen is. En mijn bekeringsverhaal was dat ik wou een einde mijn leven maken. En ik zei, als je echt bestaat, Jezus, verschijn aan mij. En hij verscheen in mijn binnenkamer. Hij zei, ik ben de verlosser. Het was met alle verkeerde dingen bezig wat je moet bedenken. Hij zei, ik ben de verlosser. En hij was zo vriendelijk. Want we moeten gaan zien wie God echt is. Want door onze vaders en moeders, of door wat de kerk soms laat zien. Hè, en ik ben blij met alle leiders. Ik ben blij met alle mooie leiders, 80%. Is oprecht, is gewoon, hè, niet als allemaal goed, zien nog niet alle motieven, maar is wel oprecht 80%. 5% is, dan praat je over narcistische leiders en sectarische leiders. Dat is verkeerd. Dat zijn de bokken die daar voor de troon staan, die weg moeten. Ja? Maar de schapen mogen naar binnen. Dus ik ben blij met alle leiders. Maar ook, wij moeten eigenlijk om wat te bereiken. Want hebben wij nou het beeld van vader laten zien? Heb ik nou het beeld van de vader laten zien? Echte ware beeld van liefde, dat hij van je houdt. Dat Jezus zo verliefd op jou was, dat hij aan het kruis ging voor jou. Kun je begrijpen? Hij ging aan het kruis voor ons. Dat is niet te begrijpen. En dat kruis maakt ons levend. Dat bloed hebben ons tot leven. Het kruis moet je zien, daar werd de bruid geboren. Dus een van mijn ministry partners, ik ga gewoon even haar naam noemen, Shaila. Een profetesse, daar werk ik heel veel mee samen, anderhalf jaar. Ze is zwanger, ze heeft zo'n toeter, weet je wel. Die gaat bevallen, ja, dat is zo prachtig, en God gemaakt het, hè. Dat die vrouwen zwanger worden en man en vrouw huwelijk, zo prachtig. Zo op God het bedoeld. Maar die gaat bevallen, weet je. En dat is heel mooi als iemand bevalt een vrouw. Maar het is ook een heftig iets wel, een bevalling, ja. Vrouwen weten dat. Zijn er vrouwen die hebben kinderen hier? Zijn er niet een vrouw die kinderen hebben? Dat is best een pittig iets. Je bevalt, nou, blijk een man ben. Dat hebben God voor gedankt. Ja, serieus. Ja, dat hebben God wel voor gedankt eigenlijk. Maar eigenlijk is de hele levensweg. Jezus zegt wedergeboorte, toch? Hij symboliseert de geboorte van een kind in een buik. Dat wij wedergeboren worden. Dat is ook bloody war. Want hij bracht ons geboorte aan het kruis. Toen hij kapot ging, toen hij het bloed uit hem stroomde. Wij verminkt werd, gemarteld werd, kapot werd gemaakt, terwijl jij niet geboren. Wij zijn uit zijn bloed, uit zijn hart geboren van liefde. Dat is de wedergeboorte. En toen hij nam ons mee in het kruis. Die oude mensen werden mede gekruisigd. En toen dat bloed heeft die zonde weggevaagd. Dus richt je niet op de zonde. Richt je niet op dat duiveltje, die loser. Die stel niks voor die duivel, joh. Dit is, richt je op God. Richt je op de Vader. Richt je op de nieuwe mens. Op de nieuwe mens in Christus. Hé, hey, en dat is een proces. Geef jezelf nou genade. Geef jezelf nou genade. Ga jezelf zien zoals Jezus jou ziet. Dat lied raakt mij. Wat zegt dat lied? Heer, hoe kijk ik naar mezelf en hoe kijkt u naar mij? Begrijp je? Dat lied zegt, de waarheid is, het geloof is wat u, dat is waarheid. Niet wat ik denk, niet wat de ander zegt, ja? Er is een ander, die kan misschien hebben gezegd, misschien wel vaders en moeders, of vrienden of broers of zussen, of je partner, wat even, of de leider op school, of misschien zelfs leiders in de kerk, die misschien, je bent niks waard, wie denk jij dat je bent, wat even. Maar wat zegt Jezus over jou? Is veel belangrijker dan de mensen, ja? Daarom moet je gezonde mensen om je heen krijgen, die je waarderen, die je erkennen, die je ophemelen. Daarom hou ik van Hans, is een man die helemaal ophoudt van mijn hart, ik hou van zijn hart. We erkennen elkaar.
En dat het moet terugkomen in de gemeente. Want wij werden geboren door de kruising. Daar werden wij geboren door zijn bloed. En dan kwam de Heilige Geest. Hè? Want als je dan Jezus aanneemt, dan komt daar door zijn bloed hè, worden we gereinigd. Die oude natuur, dat is mede gekruisigd. En dan komt de Heilige Geest, die staat op in jou. Maar dan zou ik zeggen, dan begint de ellende pas. Ja. Ja, dan begint de ellende pas. En die begint heel goed. Je dacht dat je alles gehad had. En toen ben je christen. Jij denkt, nou, dit gaat over rozen. Ja, nou, maar even de dorens vergeten. Ja. Je denkt, nou ben ik er. Ik heb Jezus en het gaat allemaal van een leien dakje. Nou, ik wil wel zeggen dat het veel beter was dan voor mijn verkeering. Maar al het lijden heeft mij naar Jezus gedreven. Al het lijden, ik moest vluchten naar God. Zal ik je vertellen wat mijn eerste profetie was? Nou, die wil je echt niet hebben. Ik was net een paar maanden bekeerd, 3-4 maanden of zo. Dit is mijn eerste profetie die ik van de huisprofeet kreeg. En die man was heel accuraat. Die wil je niet krijgen, die profetie. Vreselijk. Maar het was wel grappig. Sorry. Niet meer bij. Ik God heeft echt humor. Hij weet wat we aan kunnen. En het is geweldig, weet je wel. Dus, hij komt op bekering. Nou, ik dook helemaal aan God, weet je wel. Ik heb Jezus gezien. Hij is alles voor mij. Het is gewoon... Er was een van de drugs of drank, whatever. Ik zit in die bidstond en ik kreeg het eerste woord. En ik wil heel graag een woord hebben van God. 4-5 maanden bekeerd, dan wil ik graag een woord. Ik wil nu zelfs nog woorden hebben. En ik krijg heel veel woorden. Nu heb ik een overflow. En die profeet zegt, ja, Satan zal je verzoeken. Satan wil je doodmaken. Satan ga je kapot maken. Hij alles wat hij wil, hij zal je vervolgen tot het uiterste. En dat kwam nog wat achteraan van Satan. Dus het ging alleen maar over Satan, want Satan zou me kapot maken. En het was niet van, nou, God zal je beschermen. Of God, de engelen zijn bij. Nee, dat was er niet bij het woord. Het enige wat ik kreeg, Satan ga je proberen te vermoorden. Kapot te maken. Hij zou je achtervolgen. Ik denk, nou, ik ben er niet zo'n leuk woord voor. Vond dat niet zo opbouwend, weet je wel. Maar het was wel de waarheid. En weet je wat dat woord deed? Het dreef me naar Jezus. Amen. Het dreef. Ik kreeg nachtmerries dat ik naar de hel werd getrokken. De Satan in de zee. En de demonen zwemden er ook rond. En weet je, op een gegeven moment... begreep ik, hé, Jezus is veel sterker dan die Satanman. Jezus is nooit bang. Jezus is nooit bang. Hij heeft geen vrees. De Heilige Geest heeft geen vrees. De Vader heeft geen vrees. Daarom moest Jezus mens worden. Anders had de Vader Jezus de Heilige Geest ons nooit begrepen. Begrijp je? Want ze hebben geen angst. En Jezus moest lijden net als wij. Zodat hij kan bidden voor ons. Maar, dan gaat God de rol omkeren. En dan ga je door dat lijden heen. En dan ga je door dat lijden, drijf je naar Jezus. En dan word je ineens, dan ben je al... Hè, dan word je geboren vanuit de Heilige Geest van hart. En dan ben je een babychristen. Een babychristen, dat is leuk. Babychristen zijn hartstikke leuk. Ze zijn hartstikke lief ook. Ze hebben niet veel door, maar ze zijn wel lief. Je moet ze blijven lief hebben. Ze schieten ook alle kanten op, babychristen. Ze denken dat ze het hebben uitgevonden. Ze zeggen, ja, maar dit is de waarheid. Weet je, babychristen die zijn altijd gefixeerd op de waarheid. Hè? Van, ja, maar sta toch in het woord. Dit is toch het woord. Het is de waarheid. En dan zeg ik, lieverd, dan zeg ik... Ja, dat is jouw waarheid. Dat is een deel van de waarheid. Zullen we het zo afspreken dan? Dat we de tekst van samen zien we allemaal de waarheid. Samen zien we de veelkleurige wijsheid, toch? Jij zegt dan niet dat ik alleen de waarheid heb. Of jij of wie dan ook. Nee, hij zegt samen. Dus samen. Ik ga een nieuw lied met Hans maken. Samen. 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 En dan gaan we de kerk wakker gillen. En zingen. Want we moeten gaan samenwerken. En als ik denk dat ik alleen de waarheid heb, dan kan ik net met die man samenwerken die hier zit. Dan gaat niet. Hebben alleen. En dan wordt het woord. Babychristen hebben daar nog last van. En ik heb babychristen die zijn al 30 jaar christen. Het lijkt geen babychristen, maar ze zijn nog steeds babychristen. Ja. En die zijn alleen maar erg geworden. En die zijn zo verhard en soms zo verbitterd. En denk van, nou, ik weet niet, ik ga sowieso niet samen met je werken. Want ja, als we naar een kerk gaan, dan loop jij de deur eruit. Want waarschijnlijk zijn die deuren te klein samen. He, vandaar dat je twee kerkdeuren, want heb je een goede kerk, je twee deuren, dan komen er twee mensen tegelijk door. Ja, samen. Maar wat het ergste is, ik hou gewoon een beetje humor en lachen erbij, maar het is eigenlijk heel ernstig. Maar weet je, dat heel veel christenen, en ik zeg altijd in eigen boezem, de eerste 10 jaar had ik het ook, hè, want ik sta hier niet een geweldig verhaal te vertellen dat ik zo goed was. Nou, absoluut niet. He, wij gingen, toen ik 10 jaar christen was, gingen wij discussiëren bij spreken en zus. Nou, je had nog geen zin gezegd en ik was je al gestopt. Nee, het is leuk wat je zegt, het is leuk wat je denkt. Maar dit is eigenlijk de waarheid. Ik was zo eigenwijs als wat. Ja, eigenwijsheid, oh, die kop ga ik nu afleggen. Want je weet niet alles. Ik ben erachter gekomen dat God alleen alles weet. En toen het eerste 10 jaar was voor mij moeilijk. Want je zit toch in dat
in dat rechtssysteem nog, in dat eigen gelijk. Weet je wel? En net zei God, je hebt hoop moet in je hart. Hoop? Echt waar, papa? Ja, kijk eens naar je hart. Waarvoor maak je strijd met mensen? Waarvoor denk je dat je alle gelijk hebt? En toen gaf God me een Job ervan. Ja, dat is ook een leuk woord. Kwam er weer een, ik heb heel veel mooie woorden gehad, dat is niet. Maar ik kan vandaag even de minder mooie woorden. Heb ik moord. Komt er een, ik kreeg een droom van Jezus. Ik denk 26 jaar geleden. En die droom zei Jezus, maar je gaat heel veel van mij moeten lijden. En dat laat zien hoeveel ik van hem houd. Het lijden laat zien hoeveel jij van hem houdt. Hoeveel heb je voor hem over? En daarna komt er een vriend van mij, een hele kostbare vriend. En die zegt, je gaat een jobervaring krijgen. Ook best een leuk woord. Ja, ik heb veel betere woorden dan hem allemaal. Serieus. Hij zegt, ik meen het. Hij vond niet zo leuk om te vertellen. Hij zei, nou lieverd, God was al voor hem. Vorige week heb ik gedroomd over Jezus. En die zei het zelf. Ja, helaas. Maar weet je dat ik vandaag, toen was het niet leuk. Maar vandaag ben ik zo blij dat ik dat heb meegemaakt. Want dat lijden heeft me afgebroken. Davids hart werd duizenden keer gebroken. Een gebroken hart versmaadt gij niet. Weet je wat er gebeurt als je hart breekt? Dan kom je tot berouw. Zijn liefde heeft me vele malen gebroken. Vele malen kwam door de Heilige Geest met liefde op mijn hart. En ik brak. En ik brak. En toen kreeg ik begrip voor de mensen om me heen. Toen begreep ik dat ik een deelwaarheid had. En niet de volledige waarheid. Want wat is er een hoogmoed in de kerk? Want ben ik blij dat deze jobbevaring mij van de hoogmoed heeft afgebracht. Want ik legde mijn leven af en ging door de ene poort. En toen ging ik op Jezus lijken. Ja, serieus. En dat is leuk als op Jezus gaan lijken. Dat is leuk. Ja, heb je geen last meer van Satantje? Want die wil niet bij Jezus zijn. Dan wil die ook niet bij mij zijn of bij jullie. Als jij op Jezus gaat lijken, wil die niet bij je zijn. Komt er geen koffie meer drinken, geen cookies. Komt er niet slijmen. Oh, heb je die al gezien? Die christen die is net binnen. Oh, man, oh. Ja, dan moet je uitkijken. Maar ja, die komt uit occultisme. Ja, weet je. Dat oordeel. Weet je ook, begrijp je? Maar hij komt niet meer bij je. Hoe meer jij op Jezus gaat lijken. En Johannes, de doper, daar werd tegen gezegd. Hij zei, ik moet minder worden en nu meer, zei hij tegen Jezus. Maar de apostel, dat is het Oude Testament. Hij was toch de laatste profeet van het Oude Testament. Maar dan gaan we een stapje verder. Is er weer een Johannes. Waarschijnlijk een hele belangrijke naam in de hemel, dat weet ik wel zeker. Johannes de apostel, profeet. Die zei over zichzelf, ik ben de apostel van de liefde, zei hij. Weet je nog? En hij is de apostel van de liefde. Nou, theologen zijn nog steeds met de verstand, die kraken gewoon als ze daarin denken. Wat kan je toch niet zeggen van jezelf, de apostel van de liefde? Hoe durft hij dat te zeggen? Ik ben de apostel van de liefde. En dan gingen ze allemaal liggen. Hè? Vroeger hadden ze liggend eten. Dat is hartstikke leuk. Allemaal te bang. Ik weet veel werk bij mij. Maar ja, als je me... En dan liggen ze allemaal te eten. En wat doet Johannes weer? Hij komt binnen. En dan gaat weer op die borst van Jezus leggen. Want hij begreep wat liefde is. Maar waarom zegt Johannes, ik ben de apostel van de liefde? Weet je wel? Want hij was gewoon een rotventje in het begin. Hij was gewoon een doerakje. Jezus zegt over Johannes en Petrus, zonen des donders, het waren profeten. En profeten van temperament. En het is een heel levensproces om in lijn te komen met de Heilige Geest als je profeet bent. Want dan heb je het moeilijkste gekregen wat je kan krijgen. Dus Johannes was gewoon een doerakje. Maar hoe weet ik dat in de Bijbel staat? Voor de tweede keer gingen ze naar Samaria, weet je wel. En ze zei, Jezus mag hier niet binnenkomen, weet je wel. Weet je, wie kent het verhaal uit de Bijbel? Even checken of de Bijbelkennis is. Ja, u kent het, hè? Dus de gang en Jezus gaan naar Samaria, weet je wel. Dat is gewoon een gang. De Holy Ghost gang, een hele mooie gang. En ze waren nee, want ze hadden het wonder meegemaakt. Dat die zwijnen vullen die berg af. Ik denk, ja, daar gaan er weer 30.000 zwijnen ons geld van. Lekker dan als Jezus langs komt. Nou, dus en Johannes zei, Heer, u mag hier niet komen. Vuur uit de hemel, net als met Sodom en Gomorra. Vuur over die gasten. Gaat hij ook nog de apostel een beetje aansteken? Ja, Petrus, allemaal gaan zingen. Vuurtje, vuurtje. Ja, serieus, ik maak het een beetje smeurig. Maar hij was gewoon vuur op de vijand. En Jezus neemt Johannes apart. Hij zegt, nee, lieverd, zo is God. Zo is mijn vader niet. En waarom zei hij dat? Omdat toen de vader Sodom en Gomorra wegbrandde, moesten dat doen vanwege de onreinheid en homofilie en wat daar allemaal gebeurde en lesbie en wat allemaal, was zoveel occultisme. Als God ingrijpt, dan is het laatste wat hij wil op die manier. Begrijp je? Want de vader is goed. Weet je nog, ik ben God? Hij is goed. Hij houdt van jou.
En wij zijn gelukkig door het bloed van Jezus vrijgemaakt. We mogen de gelukkigste christenen zijn die er zijn. Amen. En als je nog verdriet hebt, dan mag dat er ook zijn. Want ik heb wat gehuild in mijn leven. Ik had een waterbed op een gegeven moment. Zo heb ik gehuild. Ik lijk ook op David, want in de psalmen staat, dag en nacht zijn mijn tranen tot spijzen. Dus ook koning David had een waterbed. Het eerste waterbed had hij uitgevonden. Want hij heeft heel veel gehuild. God roepen, geef me een calling. En die man, die heeft geen leven meer. Want hij werd door zijn schoonvader gehaald, door de dochters van Sal's Milka, weet je wel. Of Milka, ja, zoiets. Niet die koe, weet je, maar Milka uit de andere, gewoon uit de Bijbel. Serieus. Milka, weet je wel. En toen David, want David was zo verliefd op God. David was zo verliefd op God. Ja, alles wat God was, dat hield hij van. Dus David, die was zo gek op God. Toen hij de ark werd teruggebracht, hè, ging hij dansen. Hij had wel zijn rok nog aan, gelukkig. Hij had gelukkig zijn rok aan, maar had zijn bovenshirt uitgegooid. En hij ging dansen als een... Er staat letterlijk in de grondtekst, in de beeld staat eigenlijk, dat hij ging dansen als een, ja, een bezetene. Maar hij was natuurlijk bezeten door de Heilige Geest al. Want de Heilige Geest kwam over hem. Kon niet in hem, maar hij kwam over de Heilige Geest. En hij ging echt dansen. Maar die dans, die gaan we in de hemel weer terugzien van David. Omdat de heerlijkheid terugkwam, de ark kwam terug. En zijn eigen vrouw, die verachtte hem. Want die was jaloers. Want haar vader was jaloers. Saul was een narcist trouwens. Dat kan je eruit halen. Want anders ben je. De ene dag hield hij van David en de volgende wou hij hem doodmaken. Ja. Dat is narcistisch. Hè? Vandaag zouden we zeggen narcistisch. Ja? Nou, dit was een beetje de intro. Je gaat even naar het woord zometeen. En ik wil het nog een beetje even afronden. Hoe meer jij je hart laat vinden, hoe meer je gaat groeien. Heel veel mensen aan het strijden. En we gaan in morfen. En we gaan in gebed. En we gaan dit doen. En we gaan vasten. En we gaan dat. En we gaan dat. En we moeten evangeliseren. Nou, we moeten niks. We mogen evangeliseren. Maar we zijn zo vaak met de bediening bezig. Maar niet altijd met het vaderhart. Waarvoor zijn we niet meer met het vaderhart bezig dan met de bediening? Ja? Mijn bediening is een gevolg van mijn intimiteit met Jezus. Amen. Dus mijn hart is mijn bediening geworden. Omdat mijn hart heb laten vinden door God. En het heeft me heel veel gekost. Want ik moest mezelf afleggen. Ik was koppig. Ik was grootmoedig. God openbaarde mij trots en ik heb het afgelegd bij het kruis van Jezus van Nazareth. We mogen onszelf, die oude mensen, afleggen. Maar wat we vaak niet begrijpen, want heel veel christenen, die denken nog dat ik die oude mens is. Nee, die ik is juist goed. Want we zijn in Christus overgezet door het bloed van Jezus. We hebben een nieuw hart gekregen. Het oude hart, wat in de Oude Testament dat is arrogistisch, is gemeen, kan heel verkeerd zijn. Dat mag je afleggen bij het kruis. Ga in door de enge poort. Hè? En dan kom je tot leven. Maar ik, die nieuwe mens, sta ook in Christus. Mijn hart is vol bevonden van God. Dus mijn hart is helemaal niet slecht. Want mijn ziel en mijn hart en mijn wezen is gereinigd door het bloed van Jezus. En door dat bloed ben ik in de Heilige Geest opgestaan. En dan zegt die apostel Johannes, daar kwam ik eigenlijk net op. Kijk, want Johannes de profeet, de doper, die zei, ik moet minder worden. Maar wij als christenen kunnen dat niet zeggen. Als jij de oude mensen aflegt, word je meer. Hoezo word je meer? Als jij de oude mensen aflegt, word je meer. Als je wordt vriendelijk als het goed is. Je wordt een vrucht van de geest. Vriendelijk. Kunnen mensen even de vruchten opnoemen? Even één. Ik heb de eerste, vriendelijkheid. Wat is de tweede? Mag ik handen zien als je het weet? Trouw. Ja? Liefde. Hè, liefde, amen. Zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid en? Geduld, bij profetische mensen dat de laatste die komt, geduld. Die vrucht. Die duurt heel lang bij profeten. Zelfbeheersing. Die twee zijn evenredig. Geduld en zelfbeheersing. Dat is het huisje van profeten mensen. En profetessen. Maar wel belangrijk. Ja, en de belangrijkste. Maar die duurt het langs. Want we hebben vaak geen geduld. Hij won het nou. Ja, begrijp je? En dan kom je dus. Maar wat gebeurt er nou als jij vrucht gaat dragen dan? Dus je legt kijk, als de graankorrel niet sterft, kan je niet gaan leven. Begrijp je? Hans is ook gestorven. Ik ben ook gestorven. Die zijn mensen die zijn gestorven. En dan leg je die oude mens af. En dan kom je tot leven. Dus toen ik die trots aflegde, kwam de nederigheid apart. Begrijp je? En weet je dat er heel veel christenen nog met een stuk trots lopen. En dat daar ook nog zelfs een macht aan kan vastzetten. Of op dit manier. Er zijn twee verschillende dingen. Ik wil even uitleggen.
aan de ene kant heb je die oude mens, die is verloren, kan je niet zeggen, die moet je afleggen. He? We zijn in Christus door bloed gereinigd, gerechtvaardigd. Niet mijn rechtvaardigheid, niet jouw rechtvaardigheid. Nee, Christus heeft ons gerechtvaardigd, zijn bloed. He? Zijn liefde heeft ons vrijgekocht. Dus de liefde is zo mooi. Zijn liefde laat ons leven. Zijn liefde drijf je niet. Zijn liefde verzorg je. Zijn liefde heeft jou gediend en dient je tot de dag van vandaag. Begrijp je? Zijn liefde manipuleert niet. Kijk naar 1 Korinthe 13. Dat is het hart van Jezus en de Vader naar de Geest. Begrijp je? Dus zijn liefde houdt van jou. We zijn bloed op je ons vrijgekocht. Maar dat hebben ons het vermogen gegeven om kinderen Gods te worden. Zoals Johannes zegt in de Bijbel. Hij hebben ons macht gegeven om kinderen Gods te worden. Dus je bent in de geest in één keer daar, maar in de ziel niet. In jouw mind, in jouw hart, in jouw soul, in jouw gevoelens niet. En ook soms in je lichaam niet, want daar heb je ook genezing nodig. Dus onze geest is helemaal klaar. Maar mijn mind en mijn hart en mijn ziel hebben genezing nodig. En dan kom ik bij het andere stuk. Wat heel belangrijk is, want mensen die kunnen het verschil vaak niet maken tussen die oude mens en het gebroken hart wat ze dragen. Weet je, dat zijn twee verschillende dingen. De oude mens mag je afleggen, maar het hart is gezond. Ook als je hart gebroken is het nog gezond. Want je bent in Christus, dat is zijn bloed. Ja? Dus, mijn hart was nog aan 1000 stukken en ik kreeg een visioen. Ik denk 15 jaar geleden. Met een geestelijke vader. Ik heb eigenlijk 16 jaar een geestelijke vader gehad. Die man is onbetaalbaar. Ik zei, je krijgt een kroon, die kan je nog eens dragen in de hemel. Maar die man heeft mij zo opgevoed. En die, dat is, ik kan niet uitleggen. Maar toen ik dat visioen zag, ik zag een visioen, hij was een maand binnen en ik kreeg een visioen. En ik zag allemaal uit mijn, uit je belly, zo flow rims, dus de Heilige Geest kwam uit mij met de rivier. En dat ging naar de troon van papa. En dan alle kapotte stukjes mee, naar de troon. En ik ben een visser, dus ik hou van water. En ook van, nog meer van levend water, maar ik vind ook een rivier mooi. En vissen flanken zo, hè, als ze dat wat pakken, zeg maar. En al die kapotte stukjes die naar de troon van de Vader gingen, die flankten en er kwam het bloed van Jezus eroverheen. En toen kwam het bij de troon van de Vader en de Vader zelf boetseerde dat helemaal tot heelheid. En hij maakte een overwinningsbeker zoals de Champions League, niet helemaal zoals het eruit, maar dat kan je mee vergelijken. Hij maakte daar een overwinningsbokaal van. Die Champions League beker, zeg maar. Die. En toen ging hij, de Vader, met mijn hart door de hemel rennen en iedereen ging juichen. Weet je waarom? Want hij houdt van mij. En dat doet hij ook met jou. Want hij houdt van jou. Amen. Weet je dat? Wel, kijk, zus, jij net even ontroerd werd, hè, zus. Je hebt zo'n mooi hart. Er is niks mis met je hart. Je hebt veel meegemaakt. Begrijp je? En jij bent een van zijn grootste overwinningsbokaals in de hemel. Als wij in de hemel komen, gaan we die Champions beker zien van jouw leven. Want dat is getuige, dat kan alleen God. Jouw hart kan alleen God genezen. Mijn hart kan alleen God genezen. Jouw hart kan alleen God genezen. We kunnen onszelf niet genezen. Kan niet. En daarom zeg ik altijd, laat jezelf vinden. De grootste sleutel die ik je vandaag ga geven. Weet je wat ik deed? Ik lees het woord elke dag. Ik vul me met predikingen. Maar wat het allerbelangrijkste voor mij is. Ik ga liggen met de Heilige Geest. Op bed vaak. En doe oortelefoon op. Ik sluit me af. En dan ga ik op met muziek luisteren. En dan komt de Heilige Geest. Met zijn liefde. En dan komt hij met zijn. Want de Heilige Geest brengt me bij de Vader. De Heilige Geest brengt me bij Jezus. En de Heilige Geest is zo lief. En de Vader is zo lief. Want we hebben een beeld van de Vader gemaakt dat totaal anders is dan wat waard is. We hebben niet alleen het woord misbruikt, hè, voor ons eigen gelijk. Begrijp je? We hebben ook de Heilige Geest misbruikt. Vaak. Begrijp je wat ik doe? Daarvoor moest ik sterven. Om te kunnen doen wat ik nu doe. Begrijp je? Dus, wat heel erg is, dat we dit woord misbruiken voor ons eigen gelijk. Weet je hoe erg dat voor God is? Want dan heb je heel veel hoogmoed. En ik heb, zoals ik al vertelde, ik heb getuigd dat ik de eerste 10 jaar ook, weet je wel? Dus als je nou dingen herkent, ga lekker thuis erover bidden. Want God gaf mij genade, God geeft jou genade. Ik wil dat er zoveel mensen Hans wakker worden. Want ik ben ook wakker geworden, Hans ook wakker geworden. Man, en dan ga je leven. En dat andere ding is, we kunnen de Heilige Geest ook misbruiken, weet je wel? Want ik heb meegemaakt in kerk in Nederland, toen kwam de Heilige Geest binnen. God zei me dat van tevoren trouwens. En 3 maanden kwam de opwekking en de Heilige Geest rende na 3 maanden weg uit de kerk. Want hij houdt het niet uit. Sorry. Wij hebben het Heilige Geest, wat ik al een keer over gesproken heb. Wij hebben de Heilige Geest buiten gezet. Omdat er niet genoeg respect is voor God en voor elkaar. Hoe kan je, als je God niet hebt gezien, je broeder haten? Je kan er niet je broeder haten en zeggen dat je een christen bent. Nou, ik ken een paar die doen dat. Ja. En dat zijn de rotte appels. En ik hoop dat ze op een keer komen. Ik geef ze genade. Maar als er opwekking komt, dan moet de leider dat kunnen hosten. Want we zijn familie. Daarvoor komt de opwekking in Nederland, Hans.
een familie opwekken. Die van elkaar strijdt en van elkaar houdt, die elkaar vergeeft. Want iedereen zal ooit een fout maken in jouw leven en mijn leven. En je kan geen lineaal bij de mensen leggen. Oh, hij is fout. Ja, kijk maar eens naar je eigen hart. Ja. Opwekking mensen, begin in je eigen hart. Opwekking begin in je eigen hart. Begrijp je dat? Begrijp je dat? En het is zo mooi. Want als jij dus je hart laat vinden mensen. Als je hart laat vinden, ga je veranderen. Weet je waarvoor ik ben veranderd? Omdat ik mijn hart heb laten vinden. Dat is het grootste geheim. We zijn allemaal zo bezig en bediening en mijn werk en ons eigen gelijk of het huwelijk loopt niet goed. Maar waarvoor laten we niet gewoon ons hart vinden bij de Vader? Waarvoor nemen we niet de tijd om intimiteit te hebben met papa? Maar je kan zeven jaar gaan strijden met warfare. Je kan nog zoveel gaan doen. Ja, hou je aandacht lekker bij mij. Laat me gaan, hier weggaan. Even naar het toilet, wat ik over. Maar blijf even gefocust, want het is belangrijk. Deze woorden gaan je leven. Ja? Dat gaat je leven veranderen. Dat gaat je leven echt veranderen. Weet je? Sorry. Ja. Dat gaat je leven veranderen, deze woorden. Probeer dit te pakken. Ga in de aanwezigheid van de Heilige Geest. Ga aanbidden thuis. Vandaag gingen we aanbidden. Dat was het belangrijkste moment van de service. Van de hele dienst. Aanbidding is al belangrijk. Als ik thuis ben, als mijn ouders zitten, ga ik aanbidden. Want ik hou van mijn Vader. Dit woord kan ik alleen begrijpen door de Heilige Geest. Anders gaat mijn verstand, die beperkt is, daar kan ik nog humanisme bij zitten of eigen gelijk, gaat dit invullen. Maar de Heilige Geest is over mij gekomen. En die laat maar begrijpen wat dat woord bedoelt. Ja? En, dat is, en dan gaat God je hart genezen. Zodra je hart geneest, ga je vrucht dragen. Krijg je identiteit. Ga je ogen open. Jezus zegt toch, ziende zien ze niet, horen ze niet. Waarvoor zeg ik dat? Dat hij dat leuk vindt of zo? Ik denk, nou, ik zal ze even een leuke uitspraak doen. Joh, jongens, jullie zijn blind als een, weet ik veel wat. Jongen, ben je doof of zo? Ja, serieus. Ja, hé, ga even een beetje beter luisteren. Maar eigenlijk, dit zegt hij eigenlijk in, ziende zien ze niet, horen ze niet. Eigenlijk zegt hij, hey, lief, ik doe even hoe Jezus zou doen. Ik ga Jezus laten zien. Want Jezus is zo lief. Hij zegt, hey, lief is. Misschien moet ik even iets beter hier naar kijken. Want ik bedoel het iets anders, zeg maar. Begrijp je? Hij is lief. Hij wil je ogen openen door liefde. Want je gaat nooit je ogen open krijgen zonder intimiteit. Gaat niet. Gaat niet lukken. En de kostbaarste mensen zijn vaak het meest voor. En daar houdt God. Hij is naar beide gebroken van hart. Begrijp je? Omdat hij weet waar we allemaal doorheen zijn gegaan. Maar hij wil je ogen openen. Maar je ogen gaan alleen open als jij je hart laat vinden. Want je ogen, geestelijk. Dat zijn niet deze ogen, niet deze oortjes. Nee, die zitten in je hart. Dat staat ook in mijn Bijbel, in jouw Bijbel. Paulus zegt, de geest ogen zitten in je hart. Ja, die heeft ook ogen. Hier zitten ook ogen en oren. Raar, hè? Ik heb geestelijke oren en ogen hier. En wat bedoelt God nou? God bedoelt dat het hart mag weer vlees worden. Het hart mag weer gaan voelen zoals Jezus voelde. Weet je, Jezus begon als zijn schaduw. Hij bevrijdde mensen omdat hij van ze hield. En dat is niet zo dat ik kom altijd zien, nou, Jezus, joh, I'm the king of kings, weet je, I'm royalty. Nee, nee, man, hij bood naar jou en was het jouw voeten, zus. En dat doet hij nog steeds vandaag de dag. Want je bent gewoon een profetes die spreekt en proclameert. Die apostel, ja, die spreekt en proclameert. En als jij het woord leest, dan word ik aangeraakt door God. Weet je, hij dient jou. Hij komt als een dienaar. Hij komt niet als een big shot. Nou, ik krijg van laten zien dat ik Jezus ben, de king of kings, die ben jij. Weet je, hij is totaal niet zo, hij is lief. Hij is nederig. En de Heilige Geest die is net zo erg als Jezus. Dat is gewoon, ja, die is net zo erg. Hij neemt je zo in je armen. Dan zeg ik, lief, ik begrijp echt wat je meegemaakt. En dan kust je op je voorhoofd. Dat houdt van jou. We zijn helemaal vergeten dat hij van ons houdt. En dan zie ik mensen rennen in de bediening. En zie ik, oh, we gaan de oude zijn genezen. En ik hou van onze mensen genezen. Ik ben er blij mee. Maar ga dan naar zijn hart, man. Want velen zijn niet in hun hart genezen. Hé, hey, ga je nog een voorbeeld geven? Een woman uit Griekenland, hoe heet ze nou? Suzette Hatting, jij kent haar wel. Ze was een voorbeester van Reinhard Bonker. Hans Keer, Suzette Hatting, die vrouw. Ze was een voorbeester in de tent in Reinhard Bonker. Reinhard Bonker wil Afrika op zijn kop gezet, omdat hij van God hield. Omdat hij van Afrikaan hield. En dat gaat weer gebeuren, want ik heb geprofiteerd over Afrika. Velen hebben het geprofiteerd. Er gaat een derde opwekking komen. We gaan over heel de wereld zal de Heilige Geest komen. Met een nieuwe, fresh opwekking. Jezus gaat niet snel terugkomen. Nee, hij wil die bruid onbevreesd. Denk je dat hij voor een tienermeisje komt? Hey, sorry. Hij komt voor een bruid. Bam. Die staat voor God. Hey, vol, waardig, volwassen.
En als ze zaten, dan kwam de vlucht. En als een mens wil het intimideren, zeg je wel, lieverd, wat kom je hier doen? Wat je nu doet, lijkt een beetje op Satan, wil je gaan manipuleren, controleren, get real, get out. Maar uit de liefde, hoor. Hij kwam terug voor een volwassen bruid. Ze zette hart in, die had 35 jaar een genezing met wonderen en teken. Uit de rolstoel kwamen ze, kanker genas. En dat was de laatste 10 jaar een beetje vet van haar bediening, hè. Dus dan komt die grootheid, hè, want je gaat eerst beproefd worden. Toen kreeg ze 3 dromen van Jezus. En toevallig, niet toevallig, maar God leidde mij naar YouTube. Ze staat op YouTube en ze gaat trouwen met Jezus. Ze zet wat in. De grote opwekkingspreacher. Dirk Prins, zelfde verhaal. In de laatste jaren heeft Dirk Prins God pas als vader ontmoet. Wat had er gebeurd als dat het eerder was? Sorry. Zijn bediening was geweldig. Wonderen, tekenen, bevrijding, geweldig. Wat had er met Dirk Prins gebeurd als hij dat vandaag in had? Ja? Begrijp wat ik bedoel? Want liefde is veel groter dan wonderen en tekenen. Ik volg geen wonderen. Nee, ik volg Jezus. Ik volg zijn liefde. En wonderen en tekenen volgen mij. Amen. En dan rond ik een beetje af en zet de hand in. Gaan we naar het woord. En dan maak ik hem even snel. Want ik wil nog wat profiteren. Maar niet te lang. Ze zet de hand in. Krijgt 3 dromen. Ze gaan met Jezus trouwen. En in haar grote verbazing staat ze in die droom. En ze ziet Jezus staan. En ze weet, ik ga trouwen met Jezus. Ik ben een symboliek voor de bruid. Maar ook voor mezelf. En ze dacht, En ze keek naar hem. En ze hield meer van de eigen bediening dan van Jezus. Die droom was nogal aardig openbaar. Ze zei, ik blijf helemaal niet meer aan trouwen. Nee, want ze was getrouwd met zichzelf. Ja? Begrijp je? En ze zei, voor mijn man is het leuk. Ik dacht, Jezus iets anders was. Want God gaf haar een symboliek met een droom. 3 keer kreeg ze een ontmoeting met Jezus. Dat ze ging trouwen. Tot haar grote verbazing zag ze dat ze meer van zichzelf hield dan van Jezus. Wie is de nummer 1 op jouw troon? En luister, je kan alleen maar in genade daarvan afkomen. Want vader kwam tot mij, Frans, ik hou van jou. Wil je die veroordeling die eerste 10 jaar kwam, die beurt inleveren? Ik zei, ja papa, graag. En toen haalde hij dat weg. En toen kwam hij weer. En hij wil je motieven van je hart hebben. Maar hij doet het uit liefde. Want hij weet ook, het is een wedergeboorte. En als je dan jezelf aflegt, word je ineens een tiener. Nou, dan word je wild, want tieners zijn wild. Geestelijke tieners zijn ook wild, wist je dat? Man, ik ben net volwassen geworden. Ik ben haast volwassen, Hans. Ik heb nog een wilde tijd nog gehad de afgelopen 7 jaar. Want, en vaders hebben me opgevoed. Dat is toch geweldig? En die houden van mij. Maar ze wisten, ik ben geestelijk aan het puberen. Want er zijn maar weinig volwassen mannen en vrouwen gods, wist je dat? Die echt volwassen zijn. Vaders en moeders spreken over. En dat is zo mooi. En ze zetten haar in. Kwam van berouw. En toen kregen ze die intieme relatie met Jezus. En toen ging het licht aan. Want als je intiem wordt met Jezus, gaat het licht aan. En zus, jij, die in het even die manifestatie had, jij hebt het al. Die intieme relatie, alles is Jezus. En God gaat heel snel met jou. Dit jaar en het volgende jaar, dan is je hart helemaal totaal genezen. En je gaat uitstappen in zo'n glorie. En je gaat mensen vrijzetten, vrouwen vrijzetten. Je gaat mensen, je gaat handen opleggen en ze zullen vallen als bosjes. En je gaat een grote met mensen samenwerken en je zal binnen met mensen en ze zullen genezen in de hart. Want je bent een getuigenis van God. En het is niet ver meer. Het is niet ver meer. Maar op het moment dat je in intimiteit gaat, word je volwassen. Ga je groeien. En het kan alleen. En dan word je ook nederig. Dan word je echt nederig. Dan nog een sleutel. Wie wilde van zijn vijanden af? De geestelijke. Ja? Amen. Amen. En wie wilde makkelijker met moeilijke mensen omgaan of intimiderende mensen, manipulerende mensen? Ja. Amen. Ja. Weet je wat de grootste sleutel is? Liefde en grenzen. Op het moment dat je in de intimiteit, geef je autoriteit. Begrijp je? Dus als je intiem wordt, dan ga je autoriteit toenemen en dan ga je grenzen aangeven. Want God op je waardig verklaart. En als je nederig wordt, ja, dan worden ze helemaal gek. Dan gaan ze soms haten. Want ze kunnen niet tegen nederige mensen. Want nederige mensen kan je niet pakken. Hoe ga je nederige mensen willen verwonden met dat kleinzielige ding van de duivel van controle of manipulatie? Dat gaat niet. Want nederigheid is veel hoger dan intimidatie of manipulatie. Begrijp je? Dat zijn hele diepe dingen, hè, mensen. En God houdt van je. En die schatkamers gaan allemaal in je hart open. Iedereen die hier is. Of nou even daar een beetje lucht scheppen. Iedereen die hier in deze zaal is geweest, de schatkamers van God geopend in je hart. Want hij houdt van jou. Want hij is met jou. Want ik kon niet in de bergen worden, alleen ik had het nooit gehad. Ja? Ik had eraf gevallen, ik had omgekomen.
ga niet te diep in alle dingen, maar ik had nooit gered. Hij heeft mij die berg opgetild. Ik heb een keer een visioen gezien en dan gaan we naar de Bijbel en dan rond ik hem af. Dat ik een, ik was het berg van bediening. Je hebt verschillende bergen in je leven. Het kan een berg van huwelijk zijn, berg van financiën, berg van bediening. En dit was de berg van bediening. En ik was een haast, ik was op 80%. Ik zat in een visioen, ik zie veel visioenen, ik zie een profeet. Ik zat in een richel op 80% hoog op de berg. Ik was in die klif, weet je wel, in bescherming. Maar ik kon niet meer. Ik kon niet meer. En ik werkte in die tijd met iemand samen. Hij was zo'n mooie man. En hij was ook op die berg. En hij zei, hey, hij is er ook, weet je wel. We hadden een samenwerking. Hij kwam naar me toe. Hij pakte mij, legde mij over zijn nek. En tilde me de laatste 20 meter omhoog. Dat is familie. Want we horen elkaar de berg op te helpen. Want Jezus had ons de berg op. Maar nou moeten we nog elkaar de berg omhouden. En niet eraf doen de hele tijd. Dat is niet leuk. Want wat wordt er toch geduld en getrokken en geschreeuwd en zo overtuigd. En dat lijkt heel radicaal. Maar het is niet van God. Radicaliteit kan van God zijn. Als ik ziek was, 12 jaar haast dood geleden door corona. Toen moest ik radicaal zijn. U hebt gezegd door een profeet in Amerika. Ik zal genezen. Hij zegt, je benen gaan worden afgesneden. Maar je brengt de heerlijkheid. En corona was nog niet in beeld. 2 maanden na. Van corona. En ik had bloedprop in mijn benen, daarna bij mijn hart. Toen was ik heel radicaal hoor. Ik heb gekrepeerd van de pijn. Maar ik wist dit woord wat hij sprak. Je gaat de hemel brengen en je benen wordt afgesneden. En God zal je genezen. God geeft mij een woord. Ik ben zo dom om dat te geloven. Ik ben heel radicaal. Mijn zussen die werden gek. Maar ga naar het ziekenhuis, want je gaat dood. Ik kreeg geen adem meer. Hè? Dus ik was haast weg, zeg maar. God aan mij beproefd. 3 maanden lang. En mijn zussen die belde. En ik zei, luister, je kent mij. Op dit punt ben ik wel eigenwijs. Dat is hemels eigenwijs. Want God had mij een woord gegeven. Dan mag je radicaal zijn als je ziek bent. Hè? En God heeft gesproken, je gaat genezen. Nou, halleluja. En toen stond de Heilige Geest naast mijn bed. En hij sprak, hij deed zich ook bij mijn hart. En ik zag een visioen van mijn aardse hart. Hij zei, verdwijn. En alle broek op verdwenen. En een profeet uit Engeland, die nog had een droom over mij. En een andere profeet waar ik woon. Dat Jezus mij genas. En ik ben genezen. Het is zelfs een half jaar geleden bevestigd door een Amerikaanse profetessen die mij als profeet heeft gezalfd, dat is al de 4e keer, leuk Shaila en nog wat andere mensen, en die zei, niemand weet dat je 2,5 jaar geleden, want s'nachts heb ik een hartaanval gehad, toen werd ik echt wakker, en ik was geen moment bang. Geen moment. Want God is mijn genezer. God is jouw genezer. Maar gewoon geloof. We gaan er alles heen. Maar die profetess, een half jaar geleden, zei, niemand heeft ooit gezien dat je 2,5 jaar geleden haast weg was. En zei, extreem openbaring. Maar ga ik doen? Voor even een bevestiging. We gaan even naar het woord. En misschien wil je het woord erbij pakken. Openbaringen. En wauw. Ik ben zo blij dat ik dit woord mag brengen hier. Het hele woord. God is goed. We gaan naar openbaringen. En dan gaan we naar openbaringen 3. Vanaf vers 14, zeg maar. Ja. En dan zegt hij tegen de gemeente in Laodicea. En vanaf 7, net doen we vanaf 17. Ja. Nee, doen we gewoon vanaf 14, dat is beter. Ja? Hebben we het? Ja? Halleluja. En je kan ook gewoon luisteren hoor, als je geen Bijbel hebt, maakt helemaal niet uit. Dat is niet erg. Openbaringen 14. Nee, Openbaringen 3, vers 14. Ja. Schrijf aan de engel van de gemeente Laodicea. Dit zegt Amen. De trouwe en betrouwbare getuige. Het begin van Gods schepping. Ik weet wat ik doe, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm, maar nu u lauw bent, in plaats van warm of koud, zal ik u uitspugen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niks meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt u bent. En het laatste woordje van naakt wil ik even iets over zeggen. Zometeen. Zie je wat hier staat? Hij zegt eigenlijk tegen de gemeente, en dat zegt hij ook vandaag, hè? Maar dat zegt hij wel uit liefde. Want deze context wordt altijd van God veroordeeld. Nee, God is niet veroordeeld. God lijkt niet op Satan. Nee, God is God, hè? En Satan is Satan. Ja? Hij houdt je. Hij zegt het uit liefde om ons wakker te maken. Want ik moest toch ook wakker worden. God zei toch, hey Frans, een stukje trots in je leven. Weet je waar dat vandaan kwam? Uit een trauma van mijn kindertijd. En die geestelijke vader mij bevrijd. Van dat trauma uit mijn kindertijd. Voor mijn bekering. Ik wist al geweest dat het zat. Wist ik veel. Er zitten dingen in je hart waar je niet vanaf weet. Je denkt, ja, ik ben zo. Weet je dat ook zo lief? Ja, ik ben zo. Nee, je bent niet zo. Je bent gevormd door je ouders, door generaties en door kapotheid. Je bent vervormd.
Je bent niet zo. Wat je bent is wat God zegt. Wat je bent is wat God zegt. Jij bent zijn harte vrouw. Je bent zijn harte zoon. Jij bent zijn discipel. Jij bent zijn majestic bride. En ook al voel ik niet zo, je bent het. En ook al geloof je nog niet, je bent het. Want God komt, hij kan nooit zeggen, ja, ja. Nee, hij twijfelt nooit over jou. Of over mij. Hij weet wie je bent. Hij kent je. Dus als hij dit zegt, hè, van, daarom raad ik u aan, koop voor mij goud. Hij vraagt, kom nou aan de tafel bij mij. En koop voor mij goud dat hij in vuur gelouterd is. En u zult rijk zijn. Witte kleding om u te kleden en uw naaktheid te bedekken. Hij vraagt je aan tafel, zodat je niet meer naakt bent. Weet je dat ik heel veel kleding zie van God? Ik zie kleding, witte jurken, ik zie witte pakken, ik zie rode jurken, ik zie gale jurken, ik zie tronen van goud, kronen van goud. En dat staat allemaal in de zeven brieven aan de zeven gemeenten. Want apostel Johannes had een hart geluisterd naar God. Het was de enige apostel waar hij dit aan kwijt kon. Want anderen hadden het niet begrepen. Maar hij weet wat liefde is. En door liefde word je bekleed. Want wij zijn liefde aan het kruis gegaan. Maar hij wil je bekleden vandaag. En kijk, heel veel christenen hebben wel een gedeelte bekleding. Hebben ze een broek aan, weet je wel. Maar dan hebben ze nog een oud jasje aan, weet je wel. Van stoerheid of zo, weet je wel. Bijvoorbeeld, profeten hebben daar ook soms wel last van. Dan denken ze dat ze de big shot zijn. En dan komt een profeet binnen. En wil iemand vragen? Zwijg. Ja, soms zijn ze gewoon te autoritair. En dan gaat het om een reputatie. Maar een reputatie interesseert mij niks. Al zou ik een glas omgooien of maak een fout, who cares? Ik ben het woord van God. Want ik ben doodgaan aan mijn reputatie. Want die bruid zal leven. Want God ga je bekleden met zijn gerechtigheid. Kom maar. En dus, kijk, het is zijn gerechtigheid, zijn bloed wat jou bekleedt. Maar er staat ook nog, onze rechtvaardige daden is onze witte bekleding. Dat staat ook in de openbaringen. Dus als jij geen rechtvaardige daden hebt, ja, dan moet je gaan twijfelen. Dan moet je denken, ben ik wel bekleed? Begrijp je? Want dan moet je, kijk hier, mensen zijn bekleed in Christus. Maar God ga je nog meer bekleding geven. Hij wil je nog meer bekleden. En twijfel niet aan jezelf. Van, ben ik het wel waard? Natuurlijk ben je het waard. Amen. Het kruis heeft me toch laten zien dat je het waard bent. We moeten nooit te twijfelen. Hij houdt van jou. Hij gaf zijn leven. En hij wil je bekleden. En dan kom ik even een stukje op. Ga nog even naar een klein tekstje van Openbaring. En dan ga ik hem afronden. Want ik geloof dat we een paar mensen moeten gaan profiteren. We hebben ook nog online wat kijkers. Wil ik over profiteren. Ik heb gewoon een paar dingen gezegd. En het is zo leuk om te profiteren. Weet je wel? Ik heb de tijd van mijn leven. Na 36 jaar dan. Ja, ja, dat is leuk. Maar ik maak dingen mee. Dat is niet normaal meer. Het is zo mooi wat God doet. Ja. Wauw. Wauw. Yes. Goh. Wauw. Ja, dan ga ik mee eindigen met het woord. En dan ga ik hem even af. Dit is zo mooi. Dit gaat zo diep, mensen. Wauw. Wauw. Weet je hoe heerlijk het is als je geen zenuwen meer hebt? Als je gewoon nog altijd tijd hebt. Ik denk af en toe dat ik de eeuwigheid al heb. Daarvoor kom ik wel te laat, weet je. Als ik de eeuwigheid leef. Oh ja, ik had daar nog een afspraak, weet je. Kijk, maar. Weet je, zo mooi is dat God wil jou vrijmaken. Dat is het woord wat ik vandaag kon zeggen. Hij wil je vrij. Hij wil lasten van je wegnemen. Want velen gaan gebukt onder lasten, maar hij aan het, weet je dat een profeet dat ook een keer gezien? Zo bijzonder. Waarvoor blijven we lasten dragen waarvoor hij aan het kruis gegaan? Waarvoor blijven we zorgen dragen terwijl hij ervoor gestorven is? Waarvoor blijven we met jukken lopen terwijl hij is daarvoor gekruisigd? Een hele mooie profeet, ik zeer waardeer, Graham Cook, die kreeg een droom van Jezus. En die hele week, hij maakt zich haast nooit zorgen. Die week had hij echt een probleem. Hij maakte zich zorgen. En Jezus kwam eigenlijk een tikje geïrriteerd in die droom naar hem toe. Had hij nog nooit meegemaakt, want hij was altijd heel gearmd en closen. Ja, heel familiair. En toen zei, en toen kwam hij in die droom naar zijn slaapkamer. Hij zei, Graham, give that to me, zei Jezus. Op die manier, weet je, hij was een beetje autoriteit. En hij werd zo bak, wow, wat is dit? Zo heb ik Jezus nog nooit doen. En toen zei, God, waarom doet hij dit? Waarvoor draag je dit nog? Ik ben aan het kruis gaan. Ik wil dat hebben. Dit is van mij, jouw zorg. Het is van mij. Het is van mij, jouw verdriet. En dat verdriet mag wezen, hè? Want daar gaat God anders mee om. Als jij had, haalt God ook. De Vader, Zoon, Heilige Geest, hij mee. Maar, en dan gaan ze je troosten. Hè? Dat is het hart van mijn genezen die gebroken werd.
Maar zorg is angst. En angst is van de oude mens. Ja? Begrijp je? Geef dat aan mij, dat is van mij. Ik ben daarvoor gekruisigd. Ik wil die zorg hebben. Ik wil die juk hebben. Gooi dan wat kruis en ik maak je vrij. Hij is gekomen om leven. Zo, man. Nou, het gaat nog net goed. Maakt niet uit. Bloedstol, vol mee. Nog ineens bloed. Halleluja. Zie je? Mag allemaal zijn. Niet schrikken, ik ben een vrij normaal. Nou, hemels normaal. Ja. Goh, wie dat ding ooit gemaakt. Hij gaat gewoon verder zo. Halleluja. Haast mijn vinger eraf. Maakt niet uit. Jezus, nee, toch. Ja. Maar wat zo mooi is, weet je wel. Wat zo mooi is. Hij is gekomen om leven te geven in overvloed. In overvloed. Waarom loop ik met last van ons? Omdat je moet gaan begrijpen. Je moet gaan begrijpen. Dat je in relatie mag gaan met hem. En dan word je vrij. Het gaat allemaal om relatie met God. Hij is de vader. En hij is heilig. Maar hij is ook je vriend. Hij is je papa. En God gaat jouw papa beeld herstellen. En papa is leuk. Papa is helemaal niet streng. Dat is de duivel. Hij is een sadist. Is een narcist, de duivel. Is een loser. Maar papa is lief. Papa is goed. Papa houdt van jou. Papa ziet zitten met jou. En hij helpt je die berg op. En dat moet je gaan pakken. Want soms kan je koppigheid of je... Hè, dat je denkt, ja, maar ik verdien het niet. Nee, nou ik ook niet hoor. Niemand verdient. Hans ook niet hoor. Zelfs de grootste popie op de podium, die verdient niks. Het is genade dat hij ons heeft vrijgekocht. Maar door die genade kan jij die bruid worden. Kan jij die woning worden die hij bedoelt met jouw leven. En dat kost je wel wat. Want dan ga je je hart laten vinden. En dan komt de strijd. Hoe meer heerlijkheid je krijgt van de Heilige Geest, hoe meer strijd je krijgt. Oh, dan komt de Heilige Geest weer. Woef. Oh, Heer. De Heilige Geest liet me een keer een visioen zien. En die zei, Frans, mag je dit geven, maar dan ga je wel wat kosten. Dat ging niet over een vrouw natuurlijk, het ging over wat anders. Maar een vrouw kan ook wat kosten in het leven. Dat is niet. Maar begrijp wat ik bedoel? Dus, zou je atheïstisch bij mensen? Dus de Heilige Geest liet me zoiets moois zien. Dat was een soort kroon of zo. Hij zei, mag je dit geven? Maar als ik dit geef, ga je die week zo gevolgd worden, dat je denkt, nou, dit is niet normaal. En ik zei, Heer, geef maar, ik wil het hebben. Want ik betaal de prijs, nou, ik heb het wel geweten die week. Zeg eerlijk. De helse lof. Hoe meer de Heilige Geest over jou komt, hoe meer heerlijkheid over jou komt, die zal vervolgd worden. Ook door je eigen broers en zusters, juist. Bloedt die. Verzekerd. Nee, ik bloed die vol mee. Ik zou er gewoon een schuimende bol rondom zetten, weet je wel. Dan vind je tenminste terug. Nee, dat valt volgens mij. Maar, begrijp wat ik bedoel? Begrijp wat ik bedoel? Dat je... het kruis is genade. Maar moet het dan bij de zonde blijven, bij het kruis? Nee, we mogen opstaan als die woorden je bereidt. Laat het je hart vinden. En sommigen denken... Weet je wel hoe God naar je hart verlangt? Elke dag. Dat hij snapt dat je aan zijn tafel gaat. Dat je hem gaat zoeken als nooit tevoren. En heb je een liefde aan kant met God nodig. Hij spreekt door liefde. Hij maakt je vrij door zijn liefde. Hij maakt je vrij door de Heilige Geest de liefde is. En de Vader is liefde. Dat kom ik brengen. Die liefde maakt je heilig. Die liefde brengt je tot de waarheid. Niks anders dan dat. 1 Korinthe 13. En nog een kort stukje uit. Waar zijn we? Openbaring 19. Halleluja. En dan. Wauw. Yes. Dus het gaat eigenlijk kijk hoor. Wauw. Yes. Openbaringen 19 vanaf vers 7. Ja. Super devil. Halleluja. Ja, halleluja. We mogen oogsten met gejuich, met vreugde. Met tranen hebben gezaaid, zullen oogsten met gejuich. Laten we blij zijn en jubelen. Laten we hem de eer geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver stralend linnen. Want de linnen staat voor al het goede dat gedaan is door alle heiligen. Als jij geen goede werk hebt of niet goed doet, dan hoor je niet tot de bruid. Misschien ben je wel een gast, een bruiloftgast, maar dan zit je niet in de bruid. Begrijp je? Want een bruid, die kan niet anders dan goed wezen, want de vrucht van de Heilige Geest is goed. Goedheid, een van de vruchten van de Geest. Begrijp je? Zo mooi, hè? Mooi, hè? Hoe God het in het woord. Want we gaan een nieuwe dimensie in. Van openbaring, die zijn nog nooit op deze aarde geweest. We gaan een diepte in het woord dat nog nooit is geweest. Maar we gaan zien wie de Vader is, de Zoon en de Heilige Geest. En hij is niet alleen liefde, hij is ook de grootste woorden. Hij komt ook waarheid brengen, en dat doet hij wel door liefde, bij ons. Maar tegen de vijand komt hij op zijn witte paard en de hemel volgt hem en die slacht hij af. De demonen zijn alleen maar bang, zo Jezus. Alleen maar bang. Begrijp je wat ik bedoel? En dat is wat ik vandaag kom brengen. Zijn hart van liefde.
Maar jouw hart is net zo belangrijk voor Jezus als zijn hart voor jou is. Zijn hart is wel belangrijk voor jullie, maar jullie hart ook, voor hem. Vandaag gaan we met je trouwen. Dus we mogen trouw worden door genade. Een proces van genade. Ga jezelf maar vergeven. Ja, ik heb het verbruikt. Nou ja, oké. Maar laat dat nou eens los dat je het verbruikt hebt. Want hij heeft toch betaald? Jezus betaalt, niet jij. Ja, maar, want dan wil je toch dan wil je rechtvaardigen eigenlijk. Weet je wel? Want dan wil je het toch ergens verdienen. Dus er valt niks te verdienen die je genade moet je aannemen. Klaar. Want hij zegt dus waaruit, hij zegt dat je goed bent. In Christus. Ja? Ben je geweldig. En we zijn toch in Christus, we zijn niet in de oude mens, daar is hij gekruisigd voor. En we staan ook in heerlijkheid. Amen. En we gaan even in een andere modus, maar God is goed, mensen. God is goed. Ik kan niet vertellen wat er allemaal gebeurt in mijn leven, maar ik ga van één getuigenis geven en gaan profiteren. Weet je hoe mooi het is om... Het profetische is gewoon weg dat God tegen jou spreekt. En dan zegt hij, ja, God spreekt niet meer. Nou, God leeft hoor. En diegene die tegen mij zei, ik denk, nou, jij bent dood, zeg. Je denkt dat je leeft. Je bent dood als wat. Ja, serieus. Ik zeg, ja, God geneest niet meer, God spreekt niet meer. Nou, dan ben je echt dood als je dat zegt. Ja. Ik zeg altijd, ga maar een paar weken met mij mee. Ja, kom even mee. Dan ga je zien dat God leeft. En dat God spreekt en God geneest. Ook lichamelijk, maar ook vooral het hart. He? Dat is geweldig. We maken nou dingen mee in profetische waar we nog nooit zijn geweest. De openbaringen. Ik was een jaar in een bidstond van 12 mensen. En de glorie viel. En er werden harten blootgelegd. Het was niet meer te besluiten. Niet meer te besluiten. En we nemen de bergen terug. De berg van de politiek, de berg van de media. Hans, op dat punt ga je nog iets heel groots in Nederland en voor Europa en ook buitenland. Er gaat iets gebeuren. God ga je ooit een gift geven waar je echt iets kan gaan neerzetten wat overweldigend is qua apparatuur. Want daar hou je van. Dat is ook een van jouw callings. En ik geloof dat we daar samen ook zullen zijn. En ik geloof dat het ook voor Nederland is. Dat er een grote zaal gaat komen waar mensen met het hart van Jezus komen. Amen. En ze mogen ook voor lichaam van genezing komen. Halleluja, dat hoort erbij. Ze mogen voor profetie komen. Maar vooral voor het hart van Jezus. Want ik wil het hart terug hebben in de gemeente. We moeten het hart terugbrengen van de Vader. Ja. We hebben het kruis uit de gemeente gehad. En onze eigen rechtvaardigheid. Onze jassen van eigen rechtvaardigheid. Die smeer zijn over de genade van Jezus heen gaat. Het kruis is bedolven onder eigen rechtvaardigheid. En dan heb je een zootje in de kerk, zoals nu. En gelukkig, even nuanceren. Ik zie heel veel bedieningen. Die hebben geen zootje. Die staan op en ik zie ze floreren. Ik zie ze vliegen in de geest en genezingen. Er zijn zoveel mooie bedieningen aan het opstaan. En die ruimen, die hebben de zootjes opgeruimd in hun eigen leven. Ja, dan werkt het, Hans. Dan werkt het. Ik heb ook een zootje opgeruimd in mijn leven, wat ik vandaag vertel. Dan werkt het, ja. Want dan breng ik de liefde van Jezus. Dat is toch geweldig? Wauw. Ik zie je nou pas, man. Dat is die gast. Geweldig. Maar begrijp